wil eigenlijk vooral iets maken dat mensen even een moment tot rust brengt. I get my inspiration from the people around me. Want the lockdown was all alone, which is a whole different mindset. Ik denk dat we alle middelen al voor handen hebben om van deze wereld een mooie plek te maken. En die zitten in onszelf. Het leven is onvoorspelbaar, dus doe het allemaal nu en vandaag. Ik heb heel veel gewerkt aan appelsienschillen. Je denkt aan de momenten dat mensen samenkomen, de geur van herinnering. Daar heb ik daaraan gewerkt in deze zomer om het huid van de appelsien bij te houden eigenlijk. Aan een vrouw heb je ook zo de cellulitis eigenlijk, dat is een huid, dat heeft de poriën. De invloed dat de lockdown met mij heeft gehad is vooral dat ik meer honger maak, naar het huidhonger eigenlijk, om iets aan te voelen, te pakken. Van, en dan beeld ik mij in dat de appelsien mijn vriendjes zijn. Naar de toekomst, ik ben wel erg benieuwd waar het gaat zijn. Mijn mama zit vast in Thailand bijvoorbeeld. En dan eet ik wel vaker voor de camera. Gevoelde afstand, maar ook zo connectie op een andere manier. Want die zit in de keuken, maar jij zit ook in de keuken. En dat is ook de toekomst, denk ik. Ik heb heel hard gewerkt aan mijn project Thank You for Smoking. Een hele satirebeleving op de rookbeleving. Maar ik heb mijn werk vooral moeten steken in constant mijn projecten te vernieuwen en uit te schrijven onder de nieuwe lockdownmaatregelen. De lockdown heeft mijn creatieproces bijna volledig de kop ingedrukt. Ik werk met acteurs, ik werk met een cinematograaf en alles stond klaar om in augustus gemaakt te worden, gefilmd te worden, geshoot te worden. En ik zit met mensen die zijn afgehaakt, die het niet meer gezien zitten. Ik zit met het constant communiceren met iedereen om ze toch te overtuigen om te blijven meedoen. En dat is een gevecht dat zo oneindig lijkt. En dat is wel spijtig. Maar je mag ook gewoon als artiest nooit opgeven wat er ook gebeurt. Is this okay? No, I want to see your eyes. Oh, okay. Are you sure about that? Yes. I'm in the collective with this guy. Do you see what I have to take? I'm having so much fun with this. It's like. This is one of the paintings that came, like Hani said, we were having a discussion as a group, and then there was a little fight, at least what you want to call a fight. But then everybody expressed themselves their own way, and the conversation that we had and everything that was spoken about eventually came into this like whole piece. I get my inspiration from him and from everything around me. Boom. A lot from him. What? Yeah, man. Do be that, younger. Do be that, that's how I look to the future. Like, explain that now. Go on, man. It's gonna be so much fun. Okay. Do be that. It means like, no matter what, I will always strive to still be me. Ik had het idee eigenlijk om alle gecancelde reisplannen toch nog op te vissen en mensen eigenlijk bij mij hun vakantiedromen toch te laten beleven. Via Google Earth zijn we gereisd naar die plaatsen, hebben we reisschetsen gemaakt en ik ga nu proberen om al die indrukken, reisimpressies samen te brengen tot een groot geheel. Ik heb nog plannen voor de toekomst, vooral voor dit project, omdat ik nu heel mooie inzendingen heb gekregen van mensen en ik heb heel veel zin om dat tot een goed einde te brengen. En ook, ik heb door hier te werken mijn spontaniteit teruggevonden en daar wil ik graag de volgende 2 weken mee verder gaan. As coaches, now we need to think a lot about, like, with the corona and with the lockdown, how to tell them to present or like inspire them also to continue the project. Because I have a feeling also that with all this they can get a bit like maybe it's not possible anymore. And then as coach, I think it's a challenge or the job to find new ways to show things. There is no option, we just have to come up with ideas and solutions, given the rules and the difficult try to time. Adapt.
Ik zou onze stijl omschrijven als redelijk humoristisch met een duister kantje. Ja, zo wat tragicomedy-achtig. Dat is zo wat waar we op mikken. Wij bespraken dit tijdens de lockdown zelf. En nee. dan voelden wij ons allebei zo wat opgesloten thuis, denk ik. En ik denk dat dan zo'n beetje iets is van, oh, we hebben zin om... Ah ja, ik had toch heel veel zin om iets te schrijven over het einde van de wereld. En zo voelde dat op dat moment wel aan. Ik had dan gezien dat we gast weer begon. En ik dacht, ja, ik wil wel graag het deel maken, maar niet alleen. En omdat Christophe en ik zo goed konden samenwerken tijdens een ander project, Vers Geweld, heb ik hem opgebeld en dan... zijn we samen gaan brainstormen. Ik heel gevleid natuurlijk. Allee, ja, van, oh, ik mag, iemand wil bij mij samenwerken, dat is super tof. Ja. In het stuk wisselen wij van personage regelmatig. En we moeten ook kleren hebben waar wij allebei in passen. Maar ik ben denk ik ongeveer 30 centimeter groter dan mijn collega. Dus dat is dan ook eens een beetje zoeken op dat moment. Ja, ik moet ook op een bepaald stuk een vrouw spelen. Dus ik moest dan een kleedje vinden waar ik in paste. En dat was ook niet zo evident. Dat vond ik heel grappig. Dat was inderdaad wel leuk. Ja. In dit project was ik aan iets anders begonnen. Maar ondertussen is mijn papa geopereerd geweest. En uiteindelijk is hij in vegetatieve stand beland. Dus dat was zeer verdrietig voor mij. En ik heb het project helemaal moeten veranderen. Ik ben nu aan het werken in een soort van verhalen die combineert met gedichten, waarin ik een beetje mijn perspectief geef over de vegetatieve toestand en over hoe moeilijk dat het is eigenlijk. Op de lockdown heb ik geleerd hoe ik met de eenzaamheid moet omgaan. Eigenlijk, het is moeilijk. En ik heb me ook proberen aanpassen aan de digitale media en aan de sociale media. Maar het is altijd moeilijk. Het contact loopt altijd anders. Naar de toekomst kijk ik met hoop, uiteindelijk. Met de hoop dat ik na deze situatie sterker kan worden. Goh, waar haal ik mijn inspiratie? Dat is zowel in dagelijks leven als bij andere choreografen uiteraard. Ik zie zelfs in een zwermvogels choreografie of in auto's in de file hoe dat die zich bewegen. Dat is gewoon overal hoe mensen zich op straat bewegen. De lockdown heeft wel degelijk behoorlijk wat invloed gehad. Bijvoorbeeld, ja, dansers zijn heel fysieke wezens die elkaars rug al eens graag afkloppen. En dat creëert een verbondenheid, dat fysiek contact. En het feit dat dat niet meer kan, maakt wel degelijk dat je anders werkt. De dansers waren ontzettend blij dat die terug konden beginnen. En elkaar terug konden ontmoeten, zelfs met afstand terug creëren, terug in beweging zijn. Dat heeft zoveel voor die mensen betekend. En dan merk je ook als je in een buurt gaat repeteren, zoals onlangs in Berchem bijvoorbeeld. Ah, dan komt er een papa met kindjes buiten gestroomd en die kinderen die beginnen mee te dansen. En plotseling is er zo die verzuring of die angst. Hè, de regeltjes zijn plots zo... Ah, dat valt zo even weg en dat zegt iets over wat de betekenis van cultuur. Ik heb de voorbije tijd samen met Lief gewerkt aan eigenlijk ons stuk van vorig jaar. En vanaf volgende week gaan we eigenlijk stilletjes aan beginnen werken aan ons tweede stuk. Dat heet Knal. En dat gaat over 3 of 4 personages die eigenlijk het universum induiken. En zich vragen stellen over het ontstaan van het heelal, het universum, de oerknal. En andere filosofische vragen die daarmee gepaard zijn. En dat willen we eigenlijk gaan proberen vertalen naar een stuk voor kinderen. Het vertrekt meer vanuit de energie en de grote emotie van het clownesken of zo. En daar dan wel iets inhoudelijk onder proberen krijgen of zo.
Mijn discipline is, ik zou zeggen, poëzie. En de voorbije tijd heb ik meer aan nieuwe dingen proberen te werken. Ik probeerde vooral te schrijven in mijn moedertaal, Lingala. Ik ben van Congo. De lockdown heeft een super mooie invloed gehad. Dankzij de lockdown heb ik een e-book gemaakt. Dus de lockdown was wel heel cool. Of ik les uit de lockdown heb gehaald? Niet echt, nee. Gewoon meer rusten. Dat alles goed komt. Mijn enige les zou misschien zijn van het leven is onvoorspelbaar. Dus doe het allemaal nu en vandaag. Want niemand belooft morgen. Dat was mijn grootste les. Ik merk dat ik heel vaak ideeën heb als ik aan het wandelen ben in de natuur, als ik in een park ben en kijk naar een boom. Want uiteindelijk is dat... Ja, je kunt nog 100.000 werken maken. Er is niks zo graaf als gewoon een uur naar een boom kijken. Ik ben nu bezig aan een soort installatie, maar dat kan evengoed een ritueel zijn. Ik kan dat niet zo goed omschrijven, dat is niet zo afgebakend. Ik wil gewoon iets maken dat mensen tot rust brengt, dat mensen een moment van adem geeft in een drukke periode. Ik weet niet of ik echt iets geleerd heb van de lockdown, maar gewoon het feit dat een idee is in iedereen zijn hoofden op hetzelfde moment, vond ik zo'n krachtig symbool voor verbondenheid. Dat heeft mij wel veel ideeën of zo gegeven. Een van de positieve kanten van de lockdown is inderdaad het ontstaan van ons collectief, Blackbirds Project. We zijn met zes leden, vandaag hier drie aanwezig. We werken rond het project Defining Places, plaatsen die ons leven, onze gedachten, onze manier van leven op een of andere manier beïnvloed hebben. Basically, I studied and painted all the time. Especially at night, because basically I work during night. So they were a little bit the night of the lockdowns. I had the sensation all the time that in some way our lives could evolve basically permanently in another direction or toward another realization about how to treat the world, nature, and especially nature. De lockdown heeft zeker wel een invloed gehad, maar het heeft mij vooral toch ook wel doen vertragen. Het heeft mij ook wel wat rust gebracht en ook de tijd gegeven om na te denken over een project, over hoe ik dat kon invullen en om het project in te dienen bij Fameus. Ik heb de voorbije tijd gewerkt aan enkele schilderijen, waarbij ik de focus leg op enerzijds geometrie, maar ook bepaalde kleuren die mij fascineren. Ik haal mijn inspiratie uit andere schilders, maar ook gewoon het leven, sacrale architectuur of gewoon bepaalde gevoelens die ook terug te vinden zijn in muziek of teksten of ervaringen. Ik zou mijn werk omschrijven als iets dat continu verandert. Ik werkte voornamelijk meer in de stijl van Kandinsky, met invloeden van écrituurautomatiek en calligrafie vanuit het oosten. Maar nu focus ik mij meer op een minimalistische stijl, meer eenvoudige beeldentaal, vormentaal. Met de lockdown zijn heel veel dingen gestopt. Zeker heel veel optredens die ik normaal gezien had. Als je thuis bent, had ik meestal eigenlijk niks beters te doen dan liedjes te schrijven. Allee, ik zei dat sowieso al, maar nu dat in de lockdown ben ik er zeker meer mee bezig. Mijn boodschap met muziek. Soms probeer ik zo wat levenslessen te geven over dingen die ik zelf heb meegemaakt. En welke andere levenslessen die ik aan mensen wil geven, alsof een fouten die ik van vroeger heb gemaakt en aan mensen wil leren. En soms de boodschap, soms wil ik gewoon mezelf laten zien, gewoon zijn wie ik ben. Dingen, slechte dingen die je meegemaakt, goede dingen die ik meemaak. Als ik één ding zou kunnen uitvinden om de wereld
beter te maken, dan zou het iets zijn waardoor we aan de snelheid van het licht kunnen reizen. Waardoor je niet alleen de wereld beter maakt, maar ook de mogelijkheid creëert om naar nieuwe werelden te zoeken. Als ik één ding zou kunnen uitvinden om de wereld te verbeteren, een toestel dat ervoor kan zorgen dat de mensen kunnen realiseren dat we niet allemaal afzonderlijke mensen zijn, maar dat er eigenlijk één groot geheel bestaat en dat we allemaal verbonden zijn. Ja, Jesus, wat een moeilijke vraag. Het voelt ook echt wel als een misverkiezingsvraag. Zo. Wat zou je beter... Ja. We nemen uw pil om meer empathisch te worden en we pakken daar dan, I don't know, een lijntje bij van iets waardoor dat je ook meer geïnformeerd bent op hetzelfde moment. Het is onze verdraagzaamheid naar anderen, onze openheid naar wat nieuw is en vreemd is voor ons, die dat we eigenlijk al bezitten, maar gewoon serieus moeten aansterken. Ik ben altijd heel niet poëtisch in deze zaken. Als mijn vraag zou ik de wereld verbeteren. Ik zou het waarschijnlijk zo maken dat muggen geen bloed meer moeten drinken. Dat is, en dat die mij alleen laten als ik moet slapen. Dat is, Als er één ding is dat de wereld een betere plek zou maken, dan denk ik dat ik mededogen moet kiezen. Heel lange, gigantische tafel vanuit Zweden, Scandinavische landen. Langs Nederland, België, Frankrijk naar Spanje. Een heel lange tafel. Of een picknick of zoiets. Een lijn. I would say, well, more art and more money for art. But this is not a creation. Misschien een machine waardoor we met elkaar beter kunnen communiceren. Possibly a sort of new philosophy of really about our position in the matter of the things. We already have that, don't we? What do you mean? Like, yeah, like... I understand creating one thing to make the world in, like a better place, but we already have a lot of things to make the world a better place. I just think people just need to smile more and bring down their invincible walls. Yeah. Oh yeah, okay. Find a way to bring down the invincible walls of the world. Oh yeah. He found it.